Er is mij gevraagd of ik wat wilde gaan vertellen over mijn ervaring met het doofblind project. Mijn zus woont al 8 jaar hier op Ilene 12. Wat ons enorm aansprak was de omgang met de cliënten, de woning, hoe dat allemaal ingedeeld werd, de eisen die aan het personeel gesteld werden. Zij moesten met 4 handgebaren spreken, iets wat mijn zus al wel voor een groot deel kon. Maar wij kenden nog niet zo goed dat het personeel dat ook allemaal kon. Wat voor ons wel lastig was, was dat zij op een grotere afstand van haar ouderlijk huis kwam te wonen. Dat vonden wij wel heel moeilijk. Wat we ook moeilijk vonden, was het. Ze was al vaker in een. Ze zat tenslotte al op een blinde afdeling. Maar daar kon toch niet alles waargemaakt worden wat ze ons hadden beloofd. We vonden dat wel heel spannend. Een grote afstand van het ouderlijk huis en een project waarvan we niet zeker wisten of het wel zou gaan lukken. Maar we hebben de gok genomen en wat zijn we blij dat wij de gok hebben genomen. Het was een verademing, zowel voor ons als voor mijn zus. Zij hebben mijn zus geleerd om zelf keuzes te maken. In plaats van dat wij voor haar uitliepen, liepen ze achter haar. Mijn zus kon zelf bepalen welke kant zij uit wilde. Dat lijkt voor ons dan heel, heel gewoon, maar dat was echt niet gewoon. Dus dat zijn wij wel. Ja, dat was echt een enorme vooruitgang voor ons. Ook dat het. De benadering naar de cliënten zo rustig, zo begripvol, zo inleven in de cliënt, dat kenden wij helemaal niet. En dat is zo'n goede keus geweest. Mijn zus heeft er nog nooit zo goed uitgezien. En gaat het een keertje mis, dan worden wij ingelicht. Dan worden wij daarbij betrokken. En dat is ook iets wat wij vanuit eerdere ervaringen helemaal niet kenden. Wat wij een heel mooi onderdeel vinden van de aanpak die het Doofblind Project heeft, is dat zij cliënten heel veel filmen. Er wordt gekeken van wat doet een cliënt, wat gebeurt er omheen, welke signalen missen we, wat spreken zij. Zij praten met hun handen. Maar wij doen dat allemaal keurig netjes, maar hun zien dat natuurlijk zelf niet wat zij doen. En er wordt daardoor heel goed gekeken van, nou, wat gaat er fout, wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we met die filmpjes nog meer bereiken? Hoe doet het ene personeelslid het en hoe doet het andere personeelslid? Zonder dat ze elkaar verwijten gaan maken. Dat is ontzettend mooi om te zien. En voor ons ook uiteindelijk leuk om de filmpjes te bekijken. Zo zien wij ook eens wat gebeurt er eigenlijk op dagbesteding. En wat gebeurt er bij het zwemmen. Dat is voor ons als familie ontzettend leuk om te zien. Ook om aan veel verdere families te laten zien. Ooms en tantes die helemaal geen idee hebben hoe mijn zus hier leeft tegenwoordig. Wat we ook erg fijn vinden is de enorme creativiteit in de picto's. Er wordt heel veel met picto's gewerkt. Er wordt echt gekeken van wat kan de cliënt, wat wil de cliënt, waar liggen nog meer uitdagingen voor de cliënt. En wij worden daar als familie echt bij betrokken. Wij kennen Caroline het beste en dat waarderen ze. Wij worden gevraagd van, goh, vinden jullie dat goed? Of hoe zouden jullie dat vinden? Dat is ook een benadering die bij ons helemaal niet bekend was. Wat ook heel fijn is, is dat het personeel. Er zijn 2 begeleiders op 1 dag. 'S Ochtends komt er een personeelslid die met mijn zus werkt. En 's middags komt de volgende. De ochtend gaat mee naar de dagbesteding. Dus het is voor mijn zus heel duidelijk wie zij de hele dag om zich heen heeft. En niet de ene keer die en de andere keer de ander. Dat werkt voor mijn zus heel fijn. Daardoor wordt zij een stuk rustiger. Wat ook erg fijn is, dat het een hele fijne groep is onder het personeel. Er is bijna geen verloop. Tuurlijk heb je altijd wat verloop, maar dat is maar zo klein
Dat is voor de cliënten ook ontzettend fijn. Het is, het personeel is heel erg meedenkend met ons. De enorme rust die ze allemaal uitstralen naar de cliënt toe. Als mijn zus een keer boos is, dan wordt er gekeken, goh, waarom is ze boos? Er wordt goed gekeken wat de omgevingsdingetjes waren. Hebben we iets gemist? Nog een keertje vragen met heel veel geduld. Leg eens uit, wat is er aan de hand? Waarom ben jij boos? En soms mag je ook gewoon even boos zijn, want dan is het gewoon even heel vervelend, omdat er bijvoorbeeld het zwemmen niet doorgaat. Dat is eventjes niet leuk, maar dan mag je gewoon even boos op zijn. Nou, zoals ik al verteld heb, is mijn ervaring, of onze ervaring, heel positief. Wat we hopen nog dat mijn zus hier nog heel lang kan blijven wonen. Er wordt heel goed voor haar gezorgd, maar ook wij als familie voelen ons hier thuis. Het was vroeger altijd zo dat mijn zus naar de afdeling ging. En tegenwoordig kunnen we eigenlijk wel zeggen dat mijn zus naar huis gaat. Wij zijn daar ook welkom en we kunnen gewoon bij haar op visite komen. En dat is een hele mooie eindconclusie. Ze heeft haar plekje.